We praten met Frank Kind van Aventeon. Jullie maken mobiele oplossingen voor chauffeurs van bijvoorbeeld Coolblue webshops. Wat zijn de nieuwe trends die in jouw markt aan het gebeuren zijn? Je ziet heel duidelijk dat bedrijven steeds meer gaan vragen van hun dienstverlener. Niet alleen iets leveren, maar ook diensten tussen brengen bij mensen. Bed in elkaar zetten, vaatwassers installeren, wasmachines installeren, dat soort dingen. En die lat wordt steeds hoger gelegd in onze. De wasmachine moet omhoog, de verpakking moet naar beneden, maar het moet ook nog geïnstalleerd worden. Ja, het moet geïnstalleerd worden. De oude machine moet mee terug. Er moet misschien nog een keer voorgedaan worden hoe die werkt, et cetera, et cetera. Dat is... Jullie maken software voor de chauffeurs, appjes onder andere, die al die instructies geven. Ja, wij maken software voor smartphones, tablets en ook robuuste mobiele computers. Waar wij dus het proces in presenteren. En dat kan heel simpel zijn of heel complex. En hoe ver gaat dat? Wat is het complexste of wat is het raarste wat je chauffeurs hebt moeten laten doen? Nou, wij hebben een aantal klanten die echt hele complexe installaties doen. Van verkoopmachines, van ziekenhuisapparatuur. Van gokautomaten en dergelijke. Dus het kan echt heel erg ver gaan. Die software geeft dan instructies van hoe te installeren en dat soort dingen? Ja, die software geeft instructies. Die volgt wat wij noemen de workflow. Dus die presenteert het proces, dwingt dat ook af. Dus je moet dat doen. Als je het niet doet, dan kan je niet verder. En naast dat we dat allemaal registreren, communiceren we het ook met een centrale omgeving. Dus met een kantooromgeving. En eventueel met alle mensen die in die keten enige betrokkenheid hebben. Dus ook opdrachtgevers. Dus een klant van onze klant kan ook gelijk inzage krijgen in alles wat op het moment buiten aan het gebeuren is. En bij consumenten? Wat is het gekste wat er bij consumenten gebeurt? Ja, wat wel leuk is bij consumenten. Een van de dingen die wij doen is als mensen niet thuis zijn, dan krijgt zo'n chauffeur de opdracht om een foto te maken van de voordeur. En die wordt dan in een consumentenpagina geplaatst. Hè, in een portaal, een klantenportaal. Daar willen mensen wel eens raar op reageren. Of discussies aangaan, maar ik was wel thuis en daar kan je wel wat dingen bij voorstellen dat daar rare decisies kunnen ontstaan. Maar dat gebeurt. En die foto die wordt dan in een track and trace situatie naar de klant toe gestuurd dus? Ja, die foto die wordt in een klantenportaal geplaatst en die klant die was natuurlijk gewoon niet thuis. En die komt dan thuis en die denkt, hey, ze zijn geweest, want dan ligt er een briefje in de bus of iets dergelijks. En die gaat dan naar de klantenportaal, ziet daar die foto van zijn of haar deur. Ja, en kan daar soms heel verrast op reageren. Dat gebeurt inderdaad. Ja, dat snap ik, ja. Ja, het is, En wat is nou heel lastig in jullie business? Wat is een probleem wat lastig te tackelen is? Een probleem wat lastig te tackelen is voor veel bedrijven is flexibiliteit. Je ziet heel vaak dat een vandaag dit leveren, bij de buurman dat leveren. Ja, ook. Maar ook dat een bepaald proces. Kijk, als je een type wasmachine kan je op 20 verschillende manieren afleveren. Afhankelijk van wat je met een opdrachtgever afspreekt. En daar zit voor heel veel partijen een uitdaging in. Die hebben wel één oplossing voor de wasmachine. Maar niet voor 20 verschillende opdrachtgevers. En daar zit een deel van onze kracht. En als je nou webshop manager bent, e-commerce manager. Wat zijn nou de dingen waar je vooral op moet letten? Wat is heel belangrijk? Dat is een hele goede vraag. NPS is erg afhankelijk van het afleveren, toch? Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is om met name die afwijkingen heel erg goed niet alleen te registreren, maar ook te beheren en informatie te delen met mensen. Dus als mensen er niet zijn of als iets niet lukt? Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld, wij kunnen in onze applicatie kan de consument een waardering ingeven. En als die een lage waardering geeft, dan kunnen wij een sms of een e-mail sturen aan iemand die verantwoordelijk is voor klantenservice. Ik ben wel eens bij opdrachtgevers geweest, die krijgen dan een mailtje van hey, let op, deze klant was heel erg ontevreden. Die meneer vertelde mij dat hij heel snel daar actie op ondernam. Die belde die klant op en dan zei hij, joh, je krijgt een waardecoupon voor de volgende levering. En volgens die meneer was 95% van zijn klanten daarna tevreden. Dus je kunt door heel snel in te spelen op de actualiteit, kun je dus al heel veel gezeur weghalen. Want ze gaan niet meer naar Twitter of naar andere platformen en aangeven van goh, wat een naar bedrijf is dat. Want uiteindelijk... Die levering, dat kan wel een vervoerder zijn, maar de leverancier, degene waar je het besteld hebt, wordt erop aangekeken. Dat is de pet die de chauffeur op heeft. Dus je moet er ook heel snel op kunnen reageren als er iets mis is. Ja, dus als er iets misgaat, vooral snel reageren en iets aardigs doen als een cadeaubon en dan voorkom je erger. Snel reageren, informatie met iedereen delen, ook voor iemand die het transport doet. Niet bang zijn voor die opdrachtgever, gewoon transparant zijn en gewoon samen het probleem oppakken. Wat is jouw droom voor deze wereld? Waar moet het heen? Nou ja, dat iedereen met onze software werkt natuurlijk. Ja. Nee, dat is flauwekul. Maar ik vind dat je nog veel te vaak
leveringen thuis krijgt op een hele ouderwetse manier. Kijk, je kunt iemand niet meer vertellen, je moet tussen 12 en 5 thuis blijven. Dat kan niet. Maar ik heb ook behoefte aan die communicatie. En hoe laat ben je er dan? En dat hoeft niet op de minuut te zijn, maar een kwartier, een half uurtje tijd moet wel kunnen. Dus het kan allemaal veel efficiënter. En dat mis ik nog wel eens een keertje, omdat het de transportwereld soms een beetje te terughoudend is in het toepassen van dingen die eigenlijk al lang heel erg goed kunnen. Automatisering. Ja. Dat is, automatisering kan natuurlijk enorm veel waarde toevoegen aan het proces van zo'n vervoerder, maar ook van de opdrachtgever en ook van die consument. En wie doet het dan heel erg goed? Wie doet het heel erg goed? Ik vind dat Coolblue wel indrukwekkend is. Die hebben, vind ik, omgaan met klanten in hun DNA zitten. En je kan het natuurlijk zeggen, maar zij doen het ook echt. En dat vind ik wel een hele onderscheidende factor. Leuk, dankjewel.